Ja, dank u wel. De heer Wilders. Voorzitter, één ding is helder. De mensen thuis hebben hier helemaal niets aan. Ik heb het over 2022. De mensen hebben nu financiële problemen. De minister heeft het over maatregelen voor 2023. En ze heeft werkelijk geen idee hoe armoedig veel mensen nu moeten leven. Ze leeft in een parallele wereld. Ze snapt niets van de werkelijkheid van heel veel Nederlanders. Dus ik vraag haar nogmaals. Waarom helpt u in dit jaar de hele wereld, van Afrika tot de Oekraïne, van Afghanistan tot Syrië, tot 10.000 asielzoekers, terwijl onze eigen mensen in 2022 van u een happenkrats of helemaal niets krijgen? Wat zegt u, mevrouw de minister, tegen die mevrouw die tegen mij zei dat ze dringend naar de tandarts moet, maar niet durft omdat ze geen geld meer heeft? Of tegen het gezin dat al weken, nu, vandaag, geen fruit meer heeft kunnen kopen? Of tegen de moeder die me mailt dat haar oudste dochter dringend een nieuwe winterjas nodig heeft, maar dat ze daar geen geld voor heeft? Of tegen de meneer die in armoede moet leven in een achterstandswijk en al 14 jaar wacht op een andere betaalbare woning en boos is omdat de statushouder voorrang krijgt? Wat zegt u tegen al die mensen? Wacht maar even tot volgend jaar, koop die jas maar voor je dochter als de winter voorbij is. Voorzitter, die mensen hebben helemaal niets aan dit soort dooddoeners. Helemaal niets. Ze hebben nu financiële hulp nodig en ik vraag aan de minister opnieuw wat ze voor die mensen kunnen doen, zodat ze een jas kunnen kopen voor die dochter voor de winter. Zo concreet is het, mevrouw de minister. Zo concreet is het. Zo praat u misschien niet in de ministerraad, maar zo praten mensen wel tegen mij die in de problemen zitten. En help ook het energieintensieve MKB, zoals de bakkers en onze tuinders. Ze komen nu heel moeilijk voor financiële steun en aanmerking. En ik vind dat u dat makkelijker moet maken. Ons hele land gaat kapot aan die hoge energie. Voorzitter, de PVV wil dat de mensen die het financieel moeilijk hebben en die niet maanden kunnen wachten op extra steun, dat die nu worden geholpen. Vandaar dat ik een aantal moties heb om wat concrete voorstellen te doen. De eerste is als volgt. De Kamer gehoort de beraadslaging. Verzoekt het kabinet de BTW op boodschappen en energie op 0% te zetten, de korting op de energierekening in november en december te verhogen van €190 naar €500 per maand en het eigen risico in de zorg af te schaffen en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, mijn tweede motie. De Kamer gehoort de beraadslaging verzoekt het kabinet de voorwaarden voor de aanmerking komen voor de tegemoetkomingsregeling energieintensieve MKB, de zogenaamde TEC, te versoepelen, zodat de veel te hoge drempel dat bedrijven 12,5% van de omzet en energiekosten hebben, zodat meer bakkers en andere MKB-bedrijven toch in aanmerking komen voor de regeling en gaat over tot orde van de dag. Dan, voorzitter, wij kunnen als Kamerleden zelf ook wat doen. We hebben heel veel geld, we krijgen heel veel geld en we hebben dat veel minder nodig dan de mensen die het moeilijk hebben. Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Verzoekt de leden van de Tweede Kamer hun bruto eenmalige uitkering van twee keer, bruto €450, in december dit jaar en april volgend jaar te storten op de rekening van de voedselbank. Een voedselbank. Verzoekt ook de leden van het kabinet eenzelfde bedrag van hun eigen geld te storten op de rekening van een voedselbank en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constaterende dat het kabinet het energieprijsplafond voor chronisch zieken niet wil oprekken, waardoor mensen die door een ziekte extra energiekosten maken, zoals bijvoorbeeld voor een elektrische rolstoel of een zuurstof- of dialyseapparaat, onvoldoende financieel worden gecompenseerd, verzoekt het kabinet deze kwetsbare groep alsnog op zeer korte termijn financieel tegemoet te komen voor een extra gemaakte energiekosten en gaat over tot de orde van de dag. En tenslotte, voorzitter, de Kamer gehoort de beraadslaging, verzoekt het kabinet te stoppen met het bevoordelen van asielzoekers en Nederlanders op één te zetten en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, ik sluit af met een cris de cœur aan deze minister. Minister, kom een keer los van het papier. Kom een keer los van het beleidsproza. Desnoods gaat u een keer met mij of een andere collega hier mee of gaat u zelf op werkbezoek naar de mensen die vandaag zeggen: ik kan geen shampoo, ik kan geen brood, ik kan geen jas voor mijn kind. Ik kan dat niet kopen. En die niets hebben aan een verhaal wat misschien goed bedoeld is, maar wat voor de mensen vandaag de dag niet helpt. En mijn vraag blijft, want die mensen luisteren nu mee. Wat doet u voor die mensen? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Wilders.